Vincent Schippers vandaag een 2-2 gelijkspel bij Telstar. In hoeverre kan je ermee leven? Als je gaat kijken hoe snel we op 1-0 komen, wil je eigenlijk gewoon met 3 punten hier weg. Ja, krijg je snel 2 goals tegen. Waarna je het nog recht trekt naar 2-2. Daarna is het eigenlijk wel vlak gebleven, vind ik. Niet de hele grote kansen voor ons, ook niet voor hun. Het zijn niet de lekkerste potjes die je gaat spelen dit seizoen. Dus het is ook een keer goed dat we gewoon een punt pakken, in ieder geval. Wat maakt zo'n tegenstander Telstar uit? Wat maakt dat dan zo lastig? Ja, ten eerste spelen ze een beetje hetzelfde systeem als ons. Dus kom je overal 1-op-1 te spelen. Dat is erg ingewikkeld, want je probeert overal overtal te creëren. Ja, dat is lastig te doen voor Telstar en voor ons. En dan weet je gewoon dat het ingewikkeld wordt. En Telstar, veel mensen die lang zijn. Dus met spelervattingen erg lastig. Dat hebben we ook gezien. En dan moet je uiteindelijk gewoon oké zijn met de punt. Ja, want zo'n plet die dan bijvoorbeeld de 2-1 scoort, is er dan helemaal niet tegenop te verdedigen? Of ging het daar gewoon ergens mis? Nou, ik vind nog steeds dat je het zo moeilijk mogelijk moet maken. En volgens mij kan hij gewoon vrij inkoppen. Dus dat is eigenlijk onmogelijk. Alleen daar zullen we de beelden voor terug moeten kijken. En dan moeten we dat bespreken onder elkaar. Daarna, zoals je net zegt, het was een beetje over en weer. Aan beide kanten wat kansen, maar ook niet dat het een waar kansenfestival was of zo. Dat kwam dus puur door wat je net zei, gewoon de taaie tegenstander. Ja, je weet gewoon dat dit een taaie wedstrijd wordt. Telstar geeft niet veel weg en wij daardoor ook niet. En dan wordt het een beetje een oppervlakkige wedstrijd. Het is niet de leukste wedstrijd om te spelen, maar je moet ze spelen en in ieder geval een punt. Ik sprak je voor en na de Graafschap, waar je eerste doelpunt voor FC Dordrecht maakte. Waar staat FC Dordrecht nou vergeleken waar jullie ongeveer willen staan, qua wat jullie gewoon laten zien op het veld, de puntjes op de i die zijn gezet? Ik denk dat we wel een stuk hoger moeten. Zeker met de kwaliteiten die we in de groep hebben, ook qua staf, hele goede staf. En de spelers en de club die zijn gewoon professioneel bezig, vind ik. Dus zeker een paar stapjes omhoog, maar je ziet op de ranglijst hoe dicht alles op elkaar staat. Dus als je een paar wedstrijden wint, dan sta je zo waar je wilt staan. Heb je jezelf ook lekker je plek gevonden daar aan de rechterkant? Ja, ik heb mijn draai gevonden bij de club. Ik vind nog steeds dat het beter moet. Wel tevreden over mezelf, maar het moet nog steeds een stuk beter. Ik weet dat ik beter kan. En dus dat.